Oké, okay, beste mensen, we lezen verder in gedichtje 3.38 van Marcialis. Hij heeft net gezegd van, ik ga net zo beter dan Cicero rechtszaken voeren. Ik ga beter dan Virgilius verzen maken, gedichten maken. Marcialis zegt, insanis, je bent gek. Je bent niet goed bij je hoofd. En je bent insane, letterlijk, hè. Omnes gelidis qui cum calacerni sunt ibi nasones Virgilios qui vides. Eigenlijk staat er dit, allen die maar daar zijn, gelidis lacernis, ablativus, met koude mantels, oftewel tot op de draad versleten mantels, zie jij Naso's en Virgiliussen zijn. Of zoiets, daar moet je essen bij denken. Dus eigenlijk bedoelt hij... eigenlijk zou je die zin een beetje willen omdraaien. Je ziet, iedereen die je daar Naso's en Virgiliussen ziet zijn, die zijn daar met koude mantels. Die hebben koude mantels. Dus oftewel, die zijn hartstikke arm. Nou, wie is Naso? Dat is Ovidius. Ovidius Naso. En Virgilius, dat is die dichter, hè? Dat snappen we wel, daar hebben we het over gehad, dat is Maro, wordt hij genoemd hiervoor. Dus ik zei al, Virgilius is de beste dichter, maar eigenlijk was Ovidius dat misschien nog wel beter. Maar goed, ze zijn allebei ongeveer op plek gedeelde nummer 1 van 100 jaar eerder. En daar vergelijkt hij zichzelf dus mee. Goed, even kijken. Dan qua stelmiddelen, gelidis lacernis, het is dat hyperbeton uit elkaar... Koude mantels, de mantel zelf is natuurlijk niet per se koud. Hè. Het gaat om degene die erin zit, die is dan koud als hij hem aan heeft. Dus eigenlijk is het bijvoeglijk naamwoord verplaatst van degene die erin zit naar de mantel zelf. Ook al is het best wel een normale manier van zeggen. Maar toch zou ik dan zeggen dat het een enallage is. Verplaatsing van het bijvoeglijk naamwoord van het ene naar het andere woord. En de zin loopt door en jammement hier zo aan het eind van vers 9. En natuurlijk, ja, Naso's en Virgiliussen. Een beetje vreemd, hè? Dat doet hij dus dichters. Dus dat is een beetje een metaforisch, metonymisch taalgebruik, als het ware. Nou, derde mogelijkheid, atria magna colam. Ik zal respect betuigen, hè, coleren, vereren eigenlijk precies hier. Ik zal respect betuigen, futurum, atria magna. Aan grote atria's, grote ontvangstzalen. Oftewel, de ontvangstzalen van een rijke Romein. Oftewel, ik zal een cliënt worden... van een rijke patronus. En dan zal ik hem daar respect betuigen, zoals het altijd gebeurt in de ochtend bij de salutatio, de begroetingsceremonie van alle cliëntes aan hun patronus. Want als je cliënt wordt van een rijke patroon, dan kan je ook genoeg geld krijgen als geschenk van die patronus. Maar daar heeft hij veel sneller nog een antwoord op, want dat is maar 3 woordjes lang. En meteen komt daar het antwoord van Martialis. Vix tres aut quatuor ista res aluit. Palet ketra turba fame. Nauwelijks 3 of 4 mensen, wordt er mee bedoeld, als leidend voorwerp, heeft, dit is perfectum, dus heeft die zaak, is daar eens, gevoed. Wij zouden liever passief zeggen. Hè? Dus nauwelijks 3 of 4 mensen werden gevoed of zijn gevoed door die zaak, door zo'n zaak. Hè? Nauwelijks 3 mensen of 4 mensen kunnen overleven, als het ware, door alleen maar cliënt te zijn van een rijke Romein. De ketra turba, de overige menigte, de rest van de menigte, de resterende menigte, die palet, paleren, bleek zijn, die is bleek fame. Een ablativus van fames, honger, dus door honger. Wat kan ik hierover zeggen? Nou ja, de inhoud is duidelijk genoeg, denk ik. Weer een aanjammement aan het eind van regel 11. Tres en quatuor is zelfstandig gebruikt. Goed, nog een, hè, dus een mogelijkheid, 3 mogelijkheden. Ofwel je gaat advocaat worden, ofwel je wordt dichter. Ofwel je wordt gewoon cliënt van rijke Romeinen. En nou, dat is allemaal onzin, zegt hij, dat gaat maar niet werken. Nou, dan zegt hij, Sextus uiteindelijk ten einde raad, zegt hij... Quid faciam suade, nam certumst viver Romae. Certumst, die E valt weg in de uitspraak. Suade... Adviseer jij dan, in imperatives, quid faciam, wat ik moet doen. Die cognitivus hier is vanwege de indirecte vraag, maar het is ook vanwege de
van een cognitief is van twijfel. Dus wat ik moet doen, niet wat ik doe. Hè? Dus niet adviseer wat ik doe, maar adviseer wat ik moet doen. Want letterlijk, het is zeker, oftewel het is zeker voor mij, het staat vast voor mij, ik ben vast besloten, bedoelt hij ermee, om Romai, een genitivus van plaats eigenlijk, dat is een locativus, dus in Rome te viveren, in Rome te leven. En bedoelt hij dus mee wonen uiteraard, hè, dat snappen we wel. Maar het is even belangrijk dat ik dat zeg, want hij gaat erop in met de pointe, de uitsmijter van het gedicht, met si bonus es, casu vivere sexte potes. Als je goed bent, oftewel een goed mens bent, sextus, dan potes, dan kun jij casu van het toeval of van dag tot dag leven, vivere, leven, in je levensonderhoud voorzien. Als je fatsoenlijk mens bent, als het ware. En daar speelt hij dus mee, want vivere betekent gewoon wonen en hier betekent het eigenlijk waar in leven blijven, als in niet doodgaan, zeg maar. Hè? Dus ik wil zeker weten dat ik in Rome ga leven. Nou, als je wil leven, dan als je een goed mens bent, dan heb je geluk als je van dag tot dag kunt leven, in leven kunt blijven. Dus alleen als je echt een beetje een slecht verdorven mens bent, kun je echt rondkomen, bedoelt hij hiermee. Dus dat is precies dat cynische, wat ik aan het begin van het gedicht aan refereerde, wat Martialis hier eigenlijk laat zien. Verder weinig te melden over stijlmiddelen. Als jullie nog wat vinden, laat het me vooral weten, vind ik leuk. Maar volgens mij is het een recht toerecht aan gedichtje hier. Ja. Zo kan je het ook zien, het leven. Hij was inderdaad liever misschien in zijn landhuis of ergens anders in een thuisland in Spanje dan in Rome. Maar hij was er wel geslaagd. Anyway, volgende keer weer een ander gedichtje. Tot dan.